Hallo mensen van YouTube. Ik verveelde me nogal, dus ik dacht van, waarom zou ik die dan niet even Hunger Games doen? Ik hoop dat die niet lekt, want dat is echt vreselijk irritant. Wow, te laat. Nou ja, als had ik nog net mee kunnen doen, zou fucking chill zijn. Als 13 zo meteen gaat beginnen, daar ga ik gewoon niet in, want die is gewoon vreselijk. Start in. 8. 8 is een van mijn favorieten, dus... Ja, het is deze. Deze ken ik zo'n beetje de hele weg inmiddels. Hoeveel nog? 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Here we go! Nou, hij pakt hem niet. Yes, nu wel. Rennen. Ik heb hier 20 seconden voordat we echt elkaar mogen slaan. Dus ik hoop dat ik in die 20 seconden even een goede kist kan vinden. Of überhaupt een kist. Waar wat spullen in zitten. En niet een valluik. Want hier zit ook ergens een valluik. Ik weet precies waar die ook zit. En hij zit hier niet heel erg. Ofwel. Volgens mij is dat hem niet. Dat weet ik niet zeker. Het zou kunnen van wel. Nee, is hem volgens mij niet. Ik zal zo even kijken wie er allemaal mee spelen. Hé. Hey. Dit stukje heb ik nog nooit gezien. Dit is voor een kistje. Boven een standje veilig. Oké, er waren in totaal 7 spelers waarvan er al 3 dood zijn. Er zijn nog 4 in de game. Waarschijnlijk heeft dan eentje minimaal de span veroverd. Komen ze langzaam tot hierheen. En inmiddels zijn 20 seconden ook om. Waar is er daar een kist in? Nou, niet dus. Nou, snel door. Maar dat dadelijk iemand aankomt. Dan komt niet gelijk in de eerste, bij de eerste paar zitten die worden vermoord. Dat is gewoon stom. Oei. Het lekt een heel klein beetje. En voor de duidelijkheid van Lex kan ik enorm misselijk worden. En dan kan ik al na een paar rondes gelijk al kappen. Dus daarom probeer ik altijd als er een lek is, probeer ik zo snel mogelijk dood te gaan. Of het ligt eraan hoeveel spelers hoor. Soms wil ik ook doorspelen. Ah, hier zijn we. Even kijken. Oeh, daar ga ik even niet van af. Ik wil gelijk een hartje kwijt zijn. Auw. Dat is dus nu wel gebeurd dat ik dus een halfje kwijt ben. Dat voelt natuurlijk ook weer niet aan. Doordat ik nog te weinig voedsel heb in het voedselbalkje. Nou. Dit stukje een klein beetje rustig rennen. Kan ik daar eens testen spon nemen. Even kijken. Waar staat die kist? Waar staat die kist? Ah, daar staat de kist. Kistje, kom eraan. Hij zal van mij zijn. Oh, deze spron, die heb ik al een keer gewaagd. Die vreselijk listig. Kijk hoor, op welk punt stond ik toen. Dat is toch ergens op het uiterste puntje. Daar kan je ook precies tussen vallen. Dat is een beetje listig. Jee, dit keer in één keer. Voedsel. En wat armor. Helaas nog geen wapen. Maar wel het voedsel, dus daar kunnen we voorlopig even mee vooruit. Maar waarom niet gelijk alles? Het is tenminste voedsel. En dan hebben anderen tenminste niks. Als ik bijvoorbeeld al dood ga. Even kijken hoeveel er nog leven zijn.
Nog drie cells nu. Er is eentje heeft iemand anders vermoord. Eerder in het spel. Hierachter zit nog een grote boot. Weet ik. Oké, daar kom ik dus gewoon hier niet. Via het water dan maar omhoog. Wow, niet meer afvallen. Nou, te laat. Zo dan maar. Kijk of hier niemand staat. Ik heb geen zin in een verrassingsaanval. Verrassingsaanvallen haat ik echter. Ja, op. Kijk, staat hier echt iemand? Nee. Kan ik die kist gaan pakken, plunderen? Ja, yeah, pijlen. Handig vast ik een boog zo meteen heb. Kijk of iemand aankomt. Nee, dan ga ik zo meteen daar even kijken of ik daar omhoog kan. Hé, daar loopt nog wat hout. Had ik nog niet eerder gezien. Hoe vaak ik deze game ook speelde, want dit is een van mijn favorieten. Dat ik hier alles soms een beetje ken. Als ik nou een kompas weet vinden. Kijk, hoe kan ik daarheen komen, want daar wil ik graag heen. Er zit zeker een of ander parcours achter. Hoop het niet, want ik heb echt geen zin in een parcours. Het is een Hunter game, geen parcours of een game. Nou, ga ik niet redden, dacht ik al. Nou, gelukkig geen leven zo verloren. Nou, zitten we daarboven geen kisten. Oké, snel verder voordat er iemand hierheen komt. Want ik kan... ja. Nee, als het nu gedood wordt, dan sta ik tenminste al derde. Tenminste geen zevende of laag of ja, hoger. Waarom dan mag ik zeven? Wij zijn er weer bijna. Ja, we kunnen nu naar boven. We kunnen een beetje sterk poepje. Wees een beetje sterk. Goed zo. Even pas voor het gat, want daaronder zit die boot. Oké. Zijn hier zo. Mooi. Moet ik even opletten daar. Daar staat de kist in, zover ik weet. Hé, een potje. Een drank der traagheid. Mooi. Dat betekent ook even iemand wat trager kan maken die achter me aan zit. Als iemand achter me aankomt. Dan. Ik hoop dat de kist zo erg gevuld worden, want dan kan ik namelijk gelijk terug. Oh ja, toen ben ik hier naar beneden gesprongen. Nou, was er niks schadelijk dan ik viel in het water. Als je het water valt, dan loop je geen schade op in principe. Als je maar in diep water valt. En ook echt precies in het water. Hier, ze moet naar beneden springen. Wee! Nou, die water hoeft nog niet eens, want het is maar één blokje en ik ben nul levens verloren. Zolang je maar in het water valt en niet op het steen eerst ofzo. Het kan zijn als ik in een kist zit en iemand valt me aan, dan schrik ik me dood. Dus de persoon die me op dat moment aanvallen, vraag ik me af, willen die me een hartaanval ofzo bezorgen? Gewoon echt zo'n schrikaanval, weet je. Want van zo'n hartaanval kan je krijgen door zo'n schrik-effect, weet ik. Nou, oppas voor lava, want er zit ergens in dit parcours ook ergens lava. Maar dat komt niet heel moeilijk. En bovendien zie je dat ook meestal wel. Nou, hier zo. Weet je, een tempel dat ja, nogal caduc is. Daar is nou... Sowieso wel zonder lek kan misselijk worden, zoals nu. Dat wil ik dan niet eens. Waarom is het hier licht? En daar is het allemaal donker. Schijnt precies dat licht hier naar binnen ofzo. Oh. Soms zit ze ook wel eens een hoekje gestopt. Daar moet je even mee rekenen en houden. Ben ik ooit een keer achtergekomen en sindsdien check ik altijd die hoekjes. Voordat ik verder loop.
We hebben nog 5 minuten en dan schakel ik een nieuw filmpje aan. Dus dan gaat, komt daar een deel 2, dus... Wie? Wow. Het ging net goed. Ik had de sprong gehad. Ja? Ja, ik zit eindelijk weer in het licht. Alright. Waar zijn we? Waar moet ik nu heen? Hier kan ik verder af. Even kijken. Oh, daar zo. Oké. Okay. En nu weten we waar we naar beneden moeten. Oh. Lijkt me ook niet echt een veilig gebied. Of was het er niet naar beneden dan daar? Hé, hey, ik heb gewonnen! Nou, dus dat wordt geen deel 2 voor nu. Huh, ik heb helemaal niemand gekild. Oké, okay, ik ga een deel 2 nog even maken. Waarin ik wel gelijk naar de span ren en daar zo blijf. Kijken of dat lukt. Tot in het tweede deel.